alle geesten en vrienden en iedereen die een probleem heeft. En alle mensen die de laatste tijd vertrokken zijn, die kunnen lekker flakkeren in mijn kaarsje. En die heb ik gewoon altijd aan. Dat vind ik een lekker idee. In dit geval pak ik Adam Rudolph er even bij, de Go Organic Orchestra, Sonic Mendele. Is heel lekker om bij te starten, dat ga je zo horen. Tik-tak, komt u maar. Staat mijn kacheltje goed? Ik zet hem ietsje hoger. Zo. Je moet gewoon elke dag een stukje aan bouwen, hè? Het begint al een beetje te harden, dus ik moet er echt snel bij zijn vandaag. Dus komt elke keer een figuur uit die figuur. En het heeft ook iets van een spiralende beweging. Ik begon eigenlijk met een stofuitdrukking, maar in het maken werd meteen al zichtbaar dat ik op deze manier omhoog moest. En dan ben ik van plan om in een ruimte een heleboel van die dingen neer te zetten, zodat je er tussendoor moet lopen. En in het lopen die beweging van die beelden ook zelf ervaart. Alsof het als derwiesje om je heen danst. Zo, dan moet ik mijn doeken veilig binnenkrijgen. Hier is met de wind wel enigszins te doen, of niet? Ja, ik heb hem in het kruis dus. Al die vitrineblokken die moeten eruit. Kun je daar even omheen werken, hoor? Nou, we moeten de ruimte dus nu vrijmaken om die compositie te gaan maken. En daarom moet je eigenlijk met... Ja, die dingen die zijn loeizwaar en het is allemaal nieuw. En wij willen daar ook geen schade op maken. Dus dit is echt een dingetje waar jullie als technische dienst even in moeten springen. Ja. Ik ben hem aan het bellen. Nee, dat is oké, maar dan komt het goed. Ik wacht daar even op. Als kind al heb ik altijd zitten knutselen en was ik een dromer. En dat dromen en het knutselen en in mezelf keren, dat is dat hoort bij me. Het is gewoon een drang. Ik moet maken, omdat ik in dit maken heb ik een beeld in mijn hoofd dat onderweg is om vorm te krijgen. En ik draag dus al die beelden bij me. Ik ben op een gegeven moment, heb ik een aantal middelbare scholen gezien die allemaal niet erg lukten. En ik heb uiteindelijk de MAVO nog met moeite gedaan. Toen was ik geloof ik al 18. Ik had al stemrecht toen ik van de MAVO afkwam. Ik moest in dienst. Ik kwam daar weer uitgevallen met een S5. En heb wat met een band rondlopen, scharrelen. En heb op een gegeven moment besloten om met mijn werk... want ik was altijd nog steeds aan het tekenen en aan het knutselen en aan het doen, ook toen ik op kamers zat al, om met dat werk naar een kunstacademie toe te gaan. We kunnen kijken wat er gebeurt als we er eentje of een stukje erachteruit laten schuiven. Het is wel fijn dat het zo mooi fris weer gewit is, hoor. Dit is te lomp. Nee, het is veel te lomp, joh. Nou, even... Even kijken wat we hebben. Ik vind het helemaal niks. Nee. Nou, dan gaan ze met z'n drie op een rijtje en dan gebruiken we ze niet. Toen ben ik gewoon met mijn spullen, ik heb gewoon gepakt wat ik had, ben ik naar Utrecht gereden, naar de academie. En daar ben ik in de pauze, vlak voor de pauze, heb ik mijn werk thuis een beetje door die kantine heen gezet. En ik was dus van plan om het gewoon te laten zien. En daar kwam een docent binnenlopen, Louis Doucet. En die keek daar eens naar. En die Die zei van, ik zie daar wel wat in. En hoewel ik te weinig vooropleiding had, mocht ik wat hem betreft meteen de volgende dag beginnen. Pas op, er kan nog een klein beetje een nat streepje in zitten. Deze is, hier zit veel India in. Dan zetten we ze even uit. Even zachtjes neer, even leien. En dan gaan we kijken wat we hebben. Oh, die is ook mooi, die ga ik er ook in brengen. Deze heeft meer ruimte nodig dan de ruimte biedt, heb ik het gevoel. Ad Arma, hi. Hi, Robin Woutsen. Goed je te zien, man. Rollen maar. Ik heb muziek nodig die gemaakt is door mensen die werkelijk op zoek zijn, zoals ik dat zelf ook doe. Die proberen dingen te doen die er nog niet waren, iets toe te voegen. Ik wil mee in die sfeer. Het is ook, het stimuleert, het helpt je. Je weet gewoon, die jongens die zijn ook op zoek en die gaan niet voor de poen. Het is iets anders. Het is echt proberen iets toe te voegen. Je wil weten wat er verderop zit. En dit helpt. Hoe zou ik het zeggen? Wij, de kunstenaars, zijn degene die vooruitlopen. Die de dingen onderzoeken. Die mogelijkheden bekijken zoals de wetenschap dat doet. En daar kun je geen concessie in toelaten. Dat moet gebeuren. En dat moet ten uiterste gedaan worden. Het is een leven, het is een levenshouding, een manier van doen. Dit is alles of niets. Het zijn rijspiegels, omdat ik in feite horizon na horizon na horizon aan het plaatsen ben. En ik heb heel veel gereisd, heel veel. En onderweg, dat beschouwde ik als werk ook. En onderweg ging ik met alle antennes open en mijn zintuigen open. Met boemeltreinen de halve dag door India heen. En ik probeer dus in deze werken weer een beetje die sfeer van onderweg zijn. Van continu veranderende horizonnen te pakken. En het moet zo gebeuren dat je er vanuit allerlei soorten focus in kan stappen. Het gaat om de sfeer, die pak ik. Straks met het uitzetten van die installatie, dan komt het moment dat je echt dat je hem gaat zien, hè? Dat je de samenhang ook ziet. Dan wordt het mooi. Als je er een ophangt, zo ook al, dan... Lekker, dan komt het goed. Ik vind deze te veel. Ik zoek eigenlijk vooral pendanten die elkaar versterken. Heb je die nog in dezelfde maat staan? Ik heb daar natuurlijk een maand per doek aan gezeten. En ik heb daar tot in, dat hoeft niemand te zien, maar ik heb daar tot in detail, heb ik daar de balans in aangebracht. En in diezelfde instelling maak ik ook mijn tentoonstelling. Dat ik gewoon net zo lang doorga totdat ik... weet, dit is hem. Ik werk 's nachts. 'Smiddags en 's nachts. De nacht biedt het voordeel dat je verder niet wordt afgeleid. Er komt niemand meer. Dus dan kun je ook wanneer je even niet werkt, toch binnen de sfeer van het proces blijven. En elk moment weer doorstarten. En dan zo gaandeweg, ook overstappend van de ene techniek op de andere techniek. Stukje kleien, stukje schilderen, prentje voorbereiden, schetsjes maken, dingen opschrijven. Gaat zo'n nacht makkelijk voorbij. Dat gaat hem niet worden. Dat, jeetje, wat een sukkel. Heb je nog een dikke schilderij of zo? Ja, maar ik ga niet op die manier inrichten. Dit is mijn compositie. Als jullie hem ervoor zetten, dan ga ik heel voorzichtig voelen hoe ver die is. Ja? En dan moet je hem tegen de muur drukken. Oké. Hier zit hij. Ja, het is ietsje, maar het is niet, ik geloof niet dat dat... Oh. Nee, ja, doe heel rustig, ja. Ja, maar dat moet je toch niet doen. Opgelost. Kijk. Ja, is perfect. Dit is oké. Solved. Ja, en ik vind het nog wel mooi ook, zo'n klein beetje lucht erachter. Zie je het aan de zijkant of niet? Nee, perfect. Okay. Op deze kruk, dit is eigenlijk de plek waar ik... als ik in dit hok aan het werk ben, eigenlijk altijd werk, maar ook gewoon zit en een beetje weg zitten kijken en soms wat aantekeningetjes maak. En als ik zo'n maffe inval heb, dan gebruik ik vaak die balk om er even iets op te schrijven. Deze is van Jozef Beuys. Wenn ich denken will, fliegt raus. Heerlijk, hou ik van. Goeie gozer. Dit was een opmerking van mijn moeder. Ze was toen 86, ze is 96 geworden. En ik had zo nu en dan, ik heb het nog steeds wel eens van die periodes dat ik echt denk van mijn god, waar ben ik mee bezig? En niks werkt meer en ik heb al een half jaar geen brood op de plank. En ik ben met dingen bezig die niemand wil hebben, maar ze moeten gemaakt worden. En dan loop je wel eens tegen de muren aan. En op een gegeven moment zei mijn moeder, die echt een waanzinnig zwaar leven heeft gehad, die zei, ach jongen, het leven doet nu eenmaal een beetje pijn soms. Toen ik mijn hart stortte, en dat heb ik hier opgeschreven, en die tekst die doet wonderen. Ik deed monumentaal, omdat ik vooral het beeldhouden interesseerde me. Ik heb nog steeds, heb ik graag, dat materie is iets waar ik echt van hou. En ruimtelijkheid betekent met zich mee dat als je eromheen loopt, dat zo'n werk ook de omgeving beïnvloedt. Ik hou van beelden, ik hou van materie, van bouw. Dus dat ben ik wel blijven doen. En ik heb inderdaad, op een heleboel plaatsen in Nederland staat werk. Allemaal. Is goed. Yo, nog iets verder, nog verder. Oké. Dank je. Laat alle vingers maar los en dan kijken wat we hem hebben. Hij hangt. Prachtig, hè? Helemaal. Dat is fase 1. De kunstenaar van het jaar was iets waar ik erg van ben geschrokken. Het overkwam me. Ik was daar, ik werd naar voren geroepen en ik zag daar namen bij als Armando en kunstenaars die ik wel heel knijtergoed vind. En ik vond mezelf helemaal niet zo geweldig. Ik vind mezelf nog steeds niet zo geweldig. En, dus ik was daar zeer verbaasd over. Maar vanaf dat moment heeft het me wel geweldig gesterkt. Ik ontrok er wel wat meer zekerheid aan. Ik dacht van nou, het is wel tof, het is toch gezien, het is opgevallen. En het werk dat vond ook liefhebbers, we konden ervan leven. Wat het me verder gebracht heeft, dat weet ik eigenlijk niet. Ik vond het hartstikke fijn. En juist omdat het de publieksprijs was, en ik helemaal niet van prijzen hou en daar nooit op zal inschrijven, was het een cadeau. En dacht ik van, hé jongens, tof. Dankjewel. Hoe vaak ik niet mijn handen was op een dag. Als ik van de ene techniek in de andere ga, of als ik een andere fase van het werk inga. Die breedte, die veelheid aan technieken, die heb ik nodig. Ik kan niet in één techniek, ik kan ook niet hetzelfde mijn leven lang doen en uitverfijnen. Dat worstelen, dat complexe en die veelheid, dat maakt het juist zo interessant. Ik ben daar vrij in geworden. Ik vind zelf niet dat er een techniek in is waarin ik het best ben of waarin mijn werk het best uitkomt. Nee, het is... het is zo vanzelfsprekend voor me. Ik denk daar niet eens over. Ah ja, dat is een lievertje. Oh, dat is deze, ja. Die is de laatste keer is die in Griekenland geweest. Dat is wel een zware jongen. Is elke keer in wat ik aan het doen ben nog iets wat erachter zit. En een vervolg. En enerzijds is het zo dat ik, nu ik dit aan het maken ben, heb ik wel het langzamerhand begin ik het gevoel te krijgen dat ik thuis kom. Dat ik aan begin te komen bij waar ik naar op zoek was. En dat het op een of andere manier een beetje binnen bereik is gekomen. En in de rust die ik vind in het maken van de prenten, begin ik ook het gevoel te krijgen dat ik er een beetje in de buurt ben gekomen. Dat er nu toch iets is ontstaan dat natuurlijk mag het nog doorontwikkelen, graag. Ik ga elk experiment aan, maar ik begin thuis te komen. Ja, dan komt hij. Meestal begint hij enorm te kraken, te piepen. En dan maar hopen dat hij goed is. Dat ik niet ietsje te snel ben geweest. Komt hij eraan. Als het goed is, heb ik een mooi afdrukje nu. Ja, daar ben ik tevreden mee. Ik laat geen politiek elementen of mode-elementen of iets dergelijks toe. Net wat ik hebben wilde. Het werk is gewoon zoals de natuur, moet alleen oproepen in tussen het verdwijnen en verschijnen. Nummer 1. Hieronder ligt werk dat naar Italië toe gaat van de week. Dat moet ik nog even versturen, dat is in januari al die tentoonstelling. Maar je kan proberen om je gesteldheid en wat je aan associatieve gevoelswereld met je meedraagt, om dat in jezelf op te nemen, toe te laten. Ik vind het heel mooi. Ik vind het überhaupt dingen die niet gedefinieerd zijn heel fijn. En als bron te gebruiken naar het maken. Pas op waar je loopt. Hoog optillen. Zelf ook doen. Nummer 3. Kijk, dan ben je dit kwijt. Ja, dat scheelt dan ook. Ja, is lekker. De natuur is heel duidelijk. Die zegt, alles wat werkt mag door. En er hoeft maar een komeet, die prachtige komeet die laatst dwars door ons heelal heen kwam zeilen. Ja, nog een paar van die jongens en ze komen naar ons toe en dan is het weg. En dan zijn er ondertussen wel cycli die doorgaan. Ik vind dat wel een mooie gedachte. Ik vind het ook wel prettig dat dus al dit waar ik uit ben opgebouwd gewoon ook al die tijd al aanwezig was. En uiteindelijk weer wordt opgenomen en verdwijnt. Het enige is dat je zou zeggen dat energie nog de constante is. Dat vind ik een mooie gedachte. Daar wil ik, hoewel ik hou van godsdiensten en rituelen en zo, ik vind het leuk en ik begrijp het, de gezelligheid van bij elkaar horen en een gemeenschappelijke fantasie of kennis dragen. Maar ik prefereer die grote ruimte waarin je even verschijnt en weer verdwijnt, of verdwijnt en weer verschijnt. En mooier kan je het niet hebben. Weet je wat, ik ga ze gewoon een beetje met elkaar laten babbelen. Hup, gezellige boel jongens, kroeg is open. En een beetje dit doen. En een beetje dit doen. Dat laat ik toch zo staan. Hoewel ik allerlei onzekerheden blijf voelen, weet ik dat ik wat te pakken heb nu. Ik begin er zelf ook een beetje in te geloven, want het is natuurlijk één groot vraagteken waar ik altijd in rond... draai. Je kunt als beschouwer, kun je in dat werk iets vinden van wat ik zoek. Het is niet meer alleen het rijke, maar er is ook iets tevoorschijn gekomen. Ik voel dat gewoon. Dat wil ik helemaal niet weten, dat wil ik niet zeggen. Het is voldoende dat je het kunt waarnemen. Als ik moet zeggen wat het is, dan maak ik een fout. Dan rationaliseer ik wat niet rationeel mag worden. Dat is de essentie. Er daalt een zekere rust in nu. Ik vind hem dik oké. Dit is een goede... Hij is goed gewoon. Dit is een goede presentatie. Zo kunnen we voor de dag komen. Dit is, ik denk ook zo'n beetje de max van wat ik kan doen. Wat ik eruit kan halen hier. Tevreden. Klaar. Ready.